Ja, goedenavond. Is er niemand? Ik ben mooi op tijd vanavond. We beginnen dus ook pas om 7 uur. De eerste is er al. Ik ben al een beetje mooi op tijd. We wachten even tot iedereen er is om aan te sluiten. Ja? Vanaf 7 uur gaan we beginnen. Even wat mensen beantwoorden. Ik weet zelf niet hoe het gaat, of je het te zien krijgt. Oh, ik zie al dat Annemie zegt ja, dus het lukt dat voor mij. Je hebt vanavond weer een stoel nodig voor de eerste die er zijn. Dus pak vast even een stoeltje erbij. Oké, nog 2 minuutjes, dan gaan we zo lekker beginnen. Ik kreeg van iemand gisteren een appje ook van, ja, misschien dat ik de volgende keer even lekker een rondje warm loop. Dat kun je natuurlijk inderdaad alvast even een keertje doen. Even een rondje om een blok, om te zorgen dat je al een beetje lekker warm bent. Dat doen we natuurlijk normaal ook tijdens de lessen. Het is nu wat lastiger om jullie even doorheen te gaan rennen. Dus doe het gewoon ja, lekker op je eigen manier als je merkt dat je toch iets meer warm hulp nodig hebt. Ik voelde het gisteren ook wel dat ik toch iets meer nodig had. Maar, of gisteren, ja gisteren, sorry. Maar het is ook gelukt. Het knikkende knietjes uiteindelijk. Het was een pittige workout. Vanavond hebben we dus een lekkere HIIT workout. Een High Intensity Interval Training. En ook deze zal weer lekker pittig worden. We bouwen hem even op, blokje 1. Kun je iets meer in de microfoon praten? Ja, dat wordt lastig, Mel. Want ik sta natuurlijk straks weer nog maar verder weg. Misschien kan ik iets aan mijn volume doen. Goed dat je het even aangeeft. Ik heb me heel zacht staan. Misschien werkt dat ook voor mijn. Even kijken. Dat is geluid uit. Nou, ik zie dat inderdaad weinig stipjes rood worden. Dat was gisteren beter. Of eergisteren weer, wederom. Ik weet niet waar het aan ligt, sorry. Ik kan wel even de les laten zien. Kun je het allemaal even gauw zien, opschrijven? Nee, geetje. Wat we in ieder geval gaan doen, we gaan zo meteen de HIIT workout doen. Ik zal even snel er doorheen gaan naar wat we gaan doen. Je gaat zo meteen krijgen 4 oefeningen van mij. Dan ga je 60 seconden per oefening ga je werken. En daarna ga je 30 seconden een cardio oefening doen. Dus we doen eerst een stukje kracht, dan cardio, dus 60, 30, 60, 30. 4 oefeningen en dan gaan we gelijk door en dan herhalen die 4 zich. Dan heb je even rust, dan doen we weer de halve challenge, want de challenge houden we er ook in. En zo werken we even door. Ja, ik weet niet wat de microfoon maar het dan ligt, maar ik zie inderdaad dat die minder rood aangeeft. Ik hoor je ook zacht. Probeer je aan de hier weer al aan te sluiten. Ja, ik weet niet, ik zie bij mijzelf hoor dat het niet goed overkomt. Qua geluid, ik weet niet of ik het hier ergens. Nee, kan ik niks hier. Ik kan het ook zien hoor, maar ik zie de microfoon. Die heeft weinig stipjes. Hoe dichterbij ik ook ga, hij blijft maar 1 stipje voldoen. Dus ik kan het helaas niet veranderen. Sorry mensen. Ik zal de buren even gek maken door hard te schreeuwen. We gaan lekker aan het werk mensen. Ja?
Even lekker dribbelen op de plek. Mooi dat iedereen er weer is vanavond. En het wordt ook al steeds lichter. Ik heb mijn verwarming hiervoor meegenomen. Ik deel wel heel even het beeld uit. Om vast mijn waterflesje te pakken. Die heb ik zo weer nodig. Stoeltje heb je dus nodig. Dus neem die ook even lekker. Pak die zo er even lekker bij. We gaan even squatten. En ik zal mijn instelling even gaan bekijken. Waar het volume aan ligt. Waarom het nou minder is. Even lekker squatten. Nou, je kunt hierna gelijk door naar de foute 500 hè, als je klaar bent. Die gaan zo live. Tot 1 uur vannacht. Kunnen we even lekker nadansen. Even de spierpijn eruit. Oké, we drillen. Nou, dat was vandaag wel een heel lekker dagje. Hè? Lekker blijven dribbelen. We pakken dus lekker wat keihard erbij vandaag. Kom maar, hou even voor push-ups. 7 stuks. De challenge komt zo weer 23 keer is het dan. Kom maar, even omhoog. Even lekker dribbelen. En weer even squatten. Kom maar, pakken we weer even de squat. Zetten we veel spieren in beweging. Krijgen we makkelijker warm. En dan mag je even gaan liggen. Even crunches maken. 15 stuks. Mooi recht omhoog. Niet met je hoofd dicht gaan doen. Borst omhoog. Kom maar. Ik zie alweer de eerste steek. Hoe licht het nog ook is. 15 keer. En dan blijven we even laag. We gaan even onze hakken aantikken. Op 15 links, 15 rechts. Kom maar, staan we weer op. Weer lekker dribbelen. Lekker bewegen. Hou even lunches maken. Mooi uitstappen, knieën naar de grond. Even zorgen dat we goed warm worden. Even lekker dribbelen. Hou even voor 7 push-ups. Knieën omhoog natuurlijk aan de grond. Alles op je eigen manier. Even lekker dribbelen. Gaan we weer even squatten. Zie je, dan mag je even lekker naar je matje gaan. Voor de leglift, even je handen onder je billen leggen. En even de benen gestrekt omhoog. Leg je hoofd gewoon lekker neer.
Volgens mij geen aandacht gezegd. Maar stop maar even. Sorry. Even in de plankhouding. Spider-Man. 6 links, 6 rechts. En dan doen we even 3 burpees. Want zometeen in de challenge zit ook natuurlijk aan het eind. We hebben in ieder geval even lekker 3 keer gedaan. Even lekker rustig. Voor jezelf. En 3. Nou, als het goed is, weten ook alle Facebookloze mensen wat de challenge is op het moment. Want die hebben ook allemaal de foto ontvangen. En vandaag is het 23 push-ups, 38 squats, 26 suitcases en 14 of 23 burpees. Dat mag je zelf bepalen. Ja, we beginnen dus even met 23 push-ups. Weet je zeker dat je het niet haalt? Begin direct met de knieën aan de grond. 23 stuks. Ga je gang. Lekker in je eigen tempo, hè. Als ik klaar ben, maakt niet uit. Blijf lekker in je eigen tempo doen. Squatten. 38 stuks. Ook weer lekker in je eigen tempo. Je krijgt zo rustig de tijd om het af te maken. Ik ga ondertussen wel even vast vertellen wat we gaan doen. Als ik klaar ben. Dus luister een beetje mee. Terwijl je je oefeningen doet. Achter de squats, lekker in je eigen tempo. Mooi dat jullie het allemaal weer zijn vanavond. En nooit zoveel aanbod geweest op vrijdagavond. Of animo natuurlijk. Aanbod ook niet trouwens. We hadden een tijd geprobeerd op vrijdagavond. Trouwe fan zitten we voor het raam te kijken. De laatste 5 minuten zal hij weer even bijspringen. Als ik het zwaar heb. En hij hoort pittig vandaag, mensen. Het is een hit. Skywiel en kracht afgewisseld. Hartslag omhoog, hartslag omlaag. Even lekker knallen. Goed voor de verbranding. En we bouwen hem op. Blokje 1 is iets beter te doen. Blokje 2 wat zwaarder, blokje 3 is echt pittig. Ja, maar alles weer op tijd in je eigen tempo. Suitcases. 26 stuks. Ja, de aantallen worden serieus, hè. Maar het is bijna 1 april. Dan krijg je een nieuwe. Dus dat scheelt alweer. Dan rijd je buiten eraan. Dan weet je het vast. Ja. Check. En dan 14 of 23 burpees. Ja, mensen.
Dat klinkt lekker, hè? 14 of 23. Wat ik de vorige keer gezegd heb, als je die 23 dus niet kunt, dan schakel je nou weer terug naar 14. De andere keer is het elke keer de halve challenge. Behalve aan het eind wil ik hem nog weer een keer proberen volledig te doen. Dus je kunt ook voor jezelf een halve kiezen. Pak ik de 23 of pak ik de 14. Alles in ieder geval op je eigen niveau, hè. Eerste verdie. Oh, die slaat geen. En de laatste. Niet terug. Fink. Challenge voor vandaag. Nee, ik had het vanmorgen nog niet gedaan. Ik denk, wacht tot vanavond. Oh, dit is een zakje. De stoel. Hebben we nodig. Voor ronde 2. Nog even snel. Ronde 1. 60 seconden werken. 30 seconden rust. 4 oefeningen. Of sorry. Ik zeg het helemaal verkeerd. Even opnieuw. 60 seconden krachtoefening. 30 seconden cardio oefeningen. 4 oefeningen. Ja. Ga ze even snel alle 4 doen. Want we doen dit 2 keer. Op tijd. Dus alle 4 oefeningen doen we 2 keer achter elkaar. Push-up, skydiver, leg lift, squat. To lunge, push-up, skydiver, leg lift, squat to lunge. In die volgorde. Dus gewoon 2 keer het blok achter elkaar. Dan heb je even rust. Halve challenge. Kort rustje. Blok 2. Ja? Ik doe ze even gauw dus even voordat je de 4 oefeningen weet. Push-up kennen we wel een minuut, hè. Dus begin gewoon met die knieën aan de grond. Skydiver, je ligt op je buik. Hup. Maak jezelf zo hol mogelijk. Hoeft niet heel snel dit. Hou even lekker boven vast. Hol maken. Ja? Mag je omdraaien. Leg lift. Dat hebben we net ook al gedaan. Nu een minuut. Ja? En dan squat to lunge. Dus vanuit de squat houding. Naar die lunge houding. Hup. Knie naar de grond. Kijk, en de bovenbenen blijven gebogen. Zie je dat? Ik sta in de squat en ik ga naar de lunch. Een minuut allemaal. Is pittig? Is het nou zo dat je echt niet meer kunt? Dan ga je dribbelen. Tot de zoomer gaat. Op het moment dat de zoomer gaat, gaan we joggen op de plek. En dan doe je weer even lekker fanatiek. Daar zijn die 30 seconden cardio. Ja, dus pushen. Een minuut. 30 seconden cardio, hup, erachteraan. En probeer lekker voor jezelf een mooi tempo te pakken. Skydiver, een minuut. Ja, en op het moment dat de zoomer begint te tellen, 3, 2, 1. Duik je vast in de volgende houding. Ik zorg dat die in ieder geval dichtbij ligt. Dat je iedereen kan horen. Je bent er, was ik weg dan? Even kijken.
8 rondes zijn het dus. 4 oefeningen, 2 keer herhalen. De timer ligt in de buurt. Zodat jullie hem sowieso horen. Volume vol. Voor 3 seconden gaan we beginnen met de push-ups. Knieën naar de grond doen, hè. Daar gaan we. Ja. Een minuut. Lekker in je eigen tempo. Ja, het wordt zwaar. Een minuut is lang met push-ups. En je moet nog een keer. Ik kan alleen de timer nog niet zien, mensen. Ik heb hem plat naast de ding weer gelegd. De laptop. Zodat jullie het wel horen. Een minuut. Dat is lang. Je gaat besturen. En opstaan dus. Joggen. Lekker fanatiek. Joggen. En zorg dat je het even elke keer lekker fanatiek pakt. Hup. Lekker hoog tempo. Je wil jezelf echt een beetje uitdagen. Krijg je nou heel zwaar, dan ga je gewoon lekker voor jezelf dribbelen dus. Maar pak even lekker die jog. Dit blijven ze elke keer in die 30 seconden terugkomen. Lijkt wel een beetje wat we vorige week hebben gedaan. Weer naar de grond, skydiving. Alleen nu hebben we echt krachtoefeningen. Minder hoge intensiviteit tijdens de krachtoefeningen. En tussendoor wel. Even een mooie hol maken. Zo hoog mogelijk. Voor je onderrug. Ze mag je voelen. Ook je bovenrug trouwens. Zodat je armen mooi opzij houdt. Alsof je inderdaad aan het skydiven bent. Kijk, en dan ga je weer staan. Rest. Nee, niks rest. Joggen. Ik had geen optie om dat te veranderen. Maar we gaan lekker door. Lekker die jog. Als je dus weer zo begint af te tellen, ga je gelijk liggen voor de leg lift. We gaan lekker door. Kom maar mensen. Ja, liggen. Let's go. Let's go. Oh, met die benen. Probeer de grond niet aan te raken voor een minuutje. Pas als de zoomer weer gaat. En anders sta je dus op, hè. En niet meer kunt. Dan ga je dribbelen. En na de zoomer ga je joggen. Hou vol, mensen. De flauw die even tijd. Maar niet gewoon een minuut. Dat was het. Hou vol, mensen. Blijf bewegen. Hou ze van de grond. Oké, opstaan. Nee, dribbelen, niet de rest. Dribbelen. Ik ga hem even iets naar beneden halen, dan kan ik op de tijd letten. Ik hoop dat jullie hem horen. Mocht je hem echt niet meer horen, geef het even aan. Lekker dribbelen. En dan gaan we dus naar squat to lunge. Dus je hoeft de keer niet op te staan en te gaan liggen. Ja, squat. Let's go. Knie mooi naar de grond. Ja. Normaal als je op je matje of op het gras staat. Even lekker met die knie. De grond aanraken.
vol mensen. Die naast is gelijk weer push-up, hè? Na die 30 seconden joggen. We beginnen, zullen we zeggen, met onze tweede ronde. Alles weer herhalen. En dan wordt hij lekker. 20 seconden. Ruim over de helft al. Wil het niet meer, ga je joggen. En joggen. Of joggen inderdaad niet. Net de andere had ik moeten dribbelen. Hierna ga je dus weer naar de push-up, hè. Telt hij weer af. 20 seconden nog. Probeer eens voor jezelf lekker fanatiek te joggen. Ik ben lekker warm, wat jullie ook. Geen antwoord is goed, dan ben je allemaal druk bezig. Kom maar, gaan we push-ups op de knieën weer. Kom maar. Kunnen de mensen al een beetje merken dat ze sterker worden door alle push-ups in de challenge? Gaat dit al makkelijker? Nog 20 seconden mensen, hou vol. En ben je erom, misschien antwoord goed, want dan ben je druk. Dan kun je niet typen. Maar Do mag typen, want die zal meekijken. 10 seconden. Hou vol. Als je weer gaat tellen, sta je erop, hè? Kom maar. En joggen dus, hè? Kom op, hup. Lekker fanatiek weer. Zo vind je even lekker fanatiek een rondje rit. Het is net iets makkelijker, want je voelt even je voeten op te tillen. En niet je hele lichaam. Tien seconden nog. Dan kan de skydiven. Als je zo gaat aftellen, ga je weer liggen. Kom maar. Let's go! Maak het alweer zo hoog mogelijk. Ja, dit mag je voelen in je rug. En die span je helemaal aan met deze oefening. Je hele achterkant pak je even. Met deze oefening. Niet alleen je rug. Maar ook je billen. Ook je hamstring. Alles heb je even nodig om even jezelf hol te maken. Je maakt dus echt even op de grond weer. En weer omhoog. Hup, chill vast. En omlaag. Hup, chill vast. In principe kan iedereen het lekker hetzelfde tempo ongeveer doen. Gaat juist even om dat je het vasthoudt. En niet dat je zomaar wat dit aan doen bent. Omhoog, joggen. Kom maar. Het werd echt wel steeds langer licht, mensen. Nu, dit heb ik de lamp niet meer nodig volgende week. Ik denk dat het iets te voorbarig. Nou, dat is nog 5,5, hè. Iets te voorbarig. Dan gaan we weer liggen, lekker. Let's go. Hoppa. Omhoog. In je eigen tempo. Je de god maar niet raakt. Dan ben je af, moet je burpees doen. Dus partners die op de bank aan het meekijken zijn, raken ze de grond, burpees. 10 of zo. Dan leren ze het wel af. Blijf bewegen. Hou vol. Nog 15 seconden.
Joggen. Ik weet dat hij altijd zegt rest, maar rest is bij ons gewoon joggen. Let een seconde. Ja, zo'n squat to lunch. Kom maar, squat to lunch. Laatste ronde. Hou vol mensen, kom op. Weer een mooi laag erbij, voor wat die slagen iets hoger op staan. Blijf lekker bewegen. Stap dan gewoon naar die lunge. Probeer vanuit de squat te pakken. 30 seconden, op de helft. Kom maar, blijf doorgaan. 11 seconden, kom op. En hierna hoef je niet meer te joggen. Hierna ben je klaar. Well done, lekker mensen hoor. Netjes. Neem even lekker een slokje water. We gaan zo even de halve challenge doen. Het voordeel van de halve is dat ik hem elke keer in jullie voordeel doe. Dat is eigenlijk alleen maar vandaag bij de push-ups aan de orde. Want de rest is even. We gaan zo meteen 11 push-ups doen. 19 squats. 13 suitcases. En maar 7 burpees. Want dat is wel het voordeel. Je krijgt maar de helft van het lage aantal. Want ik wil dat iedereen gewoon even lekker mee kan doen. Dus even 7 burpees. Ja? Als je er klaar voor bent, dan gaan we gewoon lekker verder daarmee. Alles weer in je eigen tempo. Als ik klaar ben daarmee, leg ik even de oefeningen uit van het volgende blok. Dus zorg wel even dat je erbij blijft, dat je het in ieder geval goed hoort. En voor het volgende blok hebben we in ieder geval een stoel nodig. Sta je buiten, zorg dat je een tuinstoel bij de hand hebt. Dan pak er even gauw in van binnen. Doe dat nou even, want je weet niet wat je 11 push-ups moet doen. 19 squats. 13 suitcases en 7 burpees. En zo meteen krijg je nieuwe oefeningen, die weet je nog niet. Ja? Ga je gang. Squats. 19 stuks. 16, 17, 18, 19. Oh, 19. Ik wil doorgaan. 13 suitcases. En 7 burpees. Even checken of ik toch goed heb met die 13. Dat klopt. 7 burpees. Dan heb je alweer de halve challenge gedaan.
schuiven. Oké, gaan we door met blok 2. Blok 2, 4 oefeningen weer. Dippings, daar is de stoel voor nodig. Brandkraan, Russian twist. Sumo squat, ja? Ik doe ze even gauw voor. Dippings is op je stoel. Die als goed is even gepakt. Vingertoppen naar voren, als je het kunt zien. Voeten dichtbij, is lichter. Maar je gaat voor een minuut, hè? Dus kijk even. Voeten verder weg, benen gestrekt, is zwaarder. Maar het is wel een minuut, dus begin gewoon allemaal lekker. Met de voeten dichtbij, de brandkraan. Op handen en knieën. Je gaat met je knieën omhoog en je strekt je been recht naar achter. Knieën omhoog, recht naar achter. Nu gewoon links, rechts, om en om. Lekker in je eigen tempo. Russian twist. Dan kun je lekker voor gaan zitten. Goed met die schouders dus draaien. Niet alleen maar met je handen op en neer gaan. En met die schouders hou je handen lekker bij elkaar. En de sumo squat. Dan ging je dus even goed breed staan. Voeten wat licht naar buiten. Knieën naar buiten. Hup, en zakken. Ja. En je gaat nu niet joggen tussendoor, maar skate jumps maken. Ja. En normaal wil ik heel graag dat je echt even balans houdt. Nu mag je gewoon lekker in beweging blijven. Ja. Dus lekker heen en weer blijven springen. Wordt het zwaar. Dan kun je natuurlijk even rustig aan doen. Ja. Nou, iedereen er weer klaar voor. We beginnen dus met de dippings op de stoel. Ook weer 2 rondes. Allemaal weer van een minuut lang. 30 seconden rust. Ik heb geen reactie gezet dat de timer niet te horen was. Dus ik neem maar dat die te horen is. Voeten dichtbij. Daar gaan we. 30 seconden. Of een minuut, sorry. Kom maar mensen. Zorg dat je voeten dichtbij staan, maar dat wordt pittig. Een minuut lang. Schilder hoeft maar 2 keer. Die zit al op de helft. Als je niet meer kunt, ga je dus rustig dribbelen voor jezelf. En dan geloof ik, want hij is pittig. Kom, hou vol. 7 seconden nog, dat is nummer 4. Ga je staan weer, hè? Schaatsen. Kom maar. Zo, dat was lekker. En je komt hier natuurlijk met de push-ups die je al hebt gedaan. Hop, lekker heen en weer springen. Zorg niet dat je dit gaat doen. Echt even, hop, springen. Afzetten met dat been. Als het zwaar wordt, dan ga je maar even stappen. Nou, we beginnen even lekker met springen. Met de eerste ronde. Brandkraan. Let's go. Let's go. Handen en knieën omhoog. Recht naar achter. Links, rechts, afwisselen. Hou vol mensen, je mag een beetje pijn doen aan je billen. 10 seconden nog. Daar is die voor. Degene die woensdag mee hebben gedaan, die voel ik misschien nog. En weer opstaan, schaatsen. Kom maar, geen rest. Volgende was de Russian twist.
Kom, hou vol. Lekker blijven springen. Even wel op één been. Lekker voor die balans. En weer afzetten. Hup. Rustje twist, ga zitten. Let's go. Let's go. Wordt het zwaar, dan doe je je voeten aan de grond. En doe dat vanuit deze houding. Ga je helemaal voorover. Lekker. Iets achterover blijven hangen. En dan leg je ze rustig neer. Lekker draaien met die schouders. Hoeveel mensen? 20 seconden nog. Het zijn eigenlijk maar 17 dan. Je telt af en dan mag je erop staan, hè. Blijven draaien. Hoeveel? 3, 2, 1. Goed zo. En weer schaatsen. Dat is de volgende, was de sumo squat, hè. Hierna. En dan gaan we dus weer door. Met die dippings, die wel goed te doen waren. Hou vol, lekker schaatsen. Hé, maar we zijn nog in de winter, daar zie je wel wat mee. Outfit, lekker te schaatsen hier, kom maar. Sumo squats, ik wil wel dippings doen. Sumo squats, je hebt goed breed, goed te liggen naar buiten, kom maar, squatten. Hoppa, lekker, kom op. En hier hebben we weer schaatsen en dan de dippings. Dan beginnen we dus weer de vooraf aan. We zijn bijna blok 2 klaar. Hè? We daar weer mee over de helft. Dan doen we weer de halve challenge. Kunnen wij. Maar ik kan wel echt wel voelen dat ik profijt heb van die challenge. Aangezien ik nou zo fanatiek lekker meedoen. Met jullie. Kom maar. Lip links. Oh nee, schaatsen. Goed, Bob. Lekker erbij. Hup, schaatsen. Ik heb zoveel zin in die dippings blijkbaar. Dat is de enige die ik echt zwaar vond. Ik wil er vanaf, denk ik. Als je het gehad hebt, heb je het gehad, hè? Dan kom ik niet meer terug daar. Ah, die viel me toch echt tegen. Een minuut lang. Had ik niet verwacht. Dippings. Let's go. Let's go. Lekker in je eigen tempo. Een minuut lang weer. Ook niet vol, dan ga je dus lekker joggen. Dan geloof ik, ik had het net ook heel erg zwaar. Soms gaat de tweede ronde iets beter. Omdat een bepaalde spiergroep dan goed warm is. Door die eerste ronde. Blijf bewegen mensen, lekker hoor, kom op. Over de helft alweer, nog 20 seconden. Kom op. Ja, ik kom weer binnen. Kom op. Oké, schaatsen. Rest. Hij zegt wel rest, maar wij gaan natuurlijk lekker schaatsen. De volgende was de brandkraan, hè? Hou vol met schaatsen, kom op. Lekker blijven springen. Probeer jezelf echt lekker beheerst te houden, hè, de hele tijd. Als je stilstaat, doe je niks. Brandkraan. Let's go. Let's go. Opzij, naar achter. En wissel.
Zorg dat die knie bijna net zo hoog is als je heup. Recht naar achter. Lekker doorgaan. Kom maar. Zorg dat je buik inhoudt. Niet hangen in je rug, zodat je de navel mooi omhoog trekt. Knie omhoog, benen recht naar achter. 20 seconden. Mag een beetje pijn doen. Hals voor de beachbody, hè. Als de vakantie doorgaan straks, mensen, dan zijn wij allemaal strak. Dat willen we. Rest. Schaatsen, kom maar. Kom maar. Kom, hou vol. Lekker schaatsen. Dit is je twist, Astina. Ga we zitten. Let's go. Let's go. Twisten, kom maar. Voeten van de vloer. Draai met die schouders. Gaat om die schouders, hè. Pak je lekker die schuine. Die wil je pakken. Ja, je bovenbenen kun je wat voelen. Wat je allemaal gedaan hebt net. Kom op, hou vol. Dan weer over de helft. Nog 20 seconden, kom op. Hou vol. En dan mijn balans kwijt. Oké, okay, sta erop. Schaatsen. Rest. Lekker mensen, hoor. Hap. Blijf lekker springen, hè. We hebben weer bijna rust. Alleen nog even de sumo squat. En de eerste ronde alweer klaar. Nog maar één ronde hierna te gaan. Ah, en de challenge, hè. Oké, okay, squatten. Aan kwartijn komen we precies uit. Misschien hebben we niet eens tijd voor de laatste challenge, mensen. Ah, dat is alleen maar goed teken. We zijn lekker bezig geweest. Het zijn mooie lange blokjes dit ook. Die haak je dan even in natuurlijk. Het zijn blokjes van 12 minuten ook keer. Dat is natuurlijk best pittig. Je bent echt wel actief bezig. Zo 17 seconden mensen, kom op. Die maken we natuurlijk even helemaal af, ook al gaat het zoomen. Lekker blijven squatten. Wel gedaan, netjes. Neem even een lekker stokje water. Lekker wel mensen. Ik hoop dat die goed te doen is. En ook wel weer een beetje pittig is. Daarvoor ben je natuurlijk vanavond hier. Doe je gezellig mee. Blokje 3. Gaan we zo meteen doen nadat we weer de halve challenge hebben gedaan. De halve challenge was dus, voor degene die eventueel wat later zijn ingeschakeld, 11 push-ups, 19 squats, 13 suitcases, 7 burpees. Ga je gang weer mensen, kom maar. Of neem nog heel even je rust. Ik knal lekker door, maar goed, jullie willen misschien nog heel even op adem komen. Bijna geen tijd meer, we moeten afmaken mensen, kom, kom, kom. 11 push-ups.
90 squats. Allemaal goed te doen, mensen. Negentien. Dat is zo'n keuzes. Bakje 3. Lekker mensen, ik ga vast uitleggen wat we gaan doen. Blokje 3. Hetzelfde is weer 60-30. We beginnen met de walking plank, crunches, Spiderman en lunchen. Ja, laatste rondje. En dan is het ook al wel, aan de klok te zien, is het ook helaas weer 7 uur. En dat maakt niet zoveel uit. Dit gaan we gewoon nog even lekker afmaken, het blok. Challenge krijg je van mij cadeau, maar die hebben we ondertussen ook al 2 keer volledig gedaan. Dus dat is ook helemaal prima. Ja, ik zal nog even gauw even de oefeningen voordoen trouwens, voordat ik op play druk. De meeste zullen wel bekend zijn, maar ik weet natuurlijk niet allemaal wie er meekijkt. Haken er wel wat af, zie ik nou. Voor je mensen. Kom op, even afmaken, hè. Walking plank. Dus even van de handen naar de elleboog, ja. Dit kan ook vanaf de knie als het 12 wordt, hè. Draai je om. Kruntjes. Ja. Zodat je mooi met die borst omhoog komt. Spiderman. Zijwaarts je knieën trekken. Kan op de ellebogen. Of op de handen. En dan de lunches. Die zijn de laatste. Ja, en wat we tussendoor gaan doen, knieën even. Dus probeer ze zo hoog mogelijk te krijgen voor jezelf. Ja, laatste blok. Even de timer aandoen, dan gaan we beginnen. Iedereen er klaar voor? Walking plank, ik was hem even kwijt, kom maar. Omhoog, naar de ellebogen en omhoog. Wissel even met de hand waarmee je omhoog gaat. Deze komt lekker binnen, want je hebt natuurlijk al de dippings gedaan. En al een aantal push-ups. Maar ja, kom op, druk jezelf omhoog. En wissel dus met welke arm je dat doet. Een keer met links en een keer met rechts. Nee. Dat zie je nog wel. Ah. Ja. Moet even deze afmaken, vriend. Dan mag jij zo lekker op matje, ja? Ik moet nog 13 seconden. Kom maar, staan we wel mensen. En dan met die knieën zo hoog mogelijk. Kom maar, hou vast, 30 seconden. En dan gaan we crunches maken. Kom weer. Knieën mooi omhoog. Doe mee. En dat deden we al.
Kom op. Ja, goed zo. Mooi met die knieën omhoog. Goed zo. Goed, man. Nog sneller, papa. Nog sneller. En we gaan liggen. Crunches. Pak een matje lief. Kom, liggen. Crunches. Omhoog met die borst. Goed zo, kerel. Dat is zo. Deze stukje. En dan omlaag. Hup. En omhoog. Doe ik wel. Hup. Kom maar, je moet reusspiertjes gebruiken. Goed zo. Voel ze. Uitgeschakeld. Zware rugblessure. Hou vol, mensen. Kom op. 25 seconden nog. En hier naar de Spider-Man. Dit rondje hakt wat meer aan de bak. Je blijft zo meteen even mag. Lunchen. Crunchen en lunchen. Dat klinkt al lekker, man. Ja, hou vol. 7 seconden. Kom maar, opstaan. Knieën wel. Kom maar, hap, hap, hap. Hou ze mooi hoog. 30 seconden. En dan komt dus de Spider-Man, hè. Hou vol. Hou vol, mensen. 7 seconden, kap. Als je zoomen gaat, kom aan. Spider-Man. Let's go. Ja. Is het koud waar de knieën die zwaar wordt? Hou vol. 30 seconden nog. Dat is een pittige. Niet meer kunt gaan joggen. Of rustig dribbelen, sorry. Knieën even naar de zoomen gaat. Kom op. Oh maar ja, hou vol. Ook zeg maar, je mag afstaan, knieën even. Zweep bij de bel noemen ze dat, hè. We hebben ze mooi hoog gehouden. Kijk, je nou ook lekker warm. Ondanks het kou weer buiten. Lunches. Let's go. Let's go. Oh, dat kan ik makkelijk snel. Die keer heel goed op lunches. Nee. Je moet zo weer. Eerst moet lunchen, heel goed. Goed zo. Ja, echt super snel. Ik kan me tegenhouden. Ben je zo hard? Goed man, hé. Hey. Doe je goed, hè, kerel? Ik ben helemaal moe van. Hou vol, 20 seconden nog. Dat is even lekker, hè? Na die andere 3 rondes, hè? Hoe leer je de buik? Walk in plank zo meteen weer. Maar eerst natuurlijk even knieën hoog houden. Ik wou nog een beetje bijkomen. Oeh, stabiel blijven, Bob. Kom maar. Knieën hoog, kom maar. Walk in plank, dus hè, de volgende. Hou vol. Nog 4 minuten, mensen. Nou, tenminste. En elke keer 30 seconden knieën even. Papa, ik kom aan weer. Goed, vriend, kom maar. Papa, knieën omhoog, hè. Oh, mega snel, hè. Ik ga het. Oké, en dan gaan we weer naar het matje. Kom maar. Nog iets mee. Die kan dus vanaf je knieën, mocht die zwaar worden. En ik geloof echt wel
Laat die zwaaien eens, mensen, want ik voel hem ook. En dit is wel mooi, hè? Dus zorg dat je daar met links omhoog drukt en dan met rechts. Niet alleen maar met dezelfde arm. Hou vol, mensen. Tot een seconde, kom op. Hou vol. Laatste keer dat je het hoeft te doen, hè. Kom op. Nog 7. Met zoomen mag je omhoog, hè. Kom maar, omhoog. Knie even. Voilà. Dan maar 2 keer knie even hierna, hè. Kom maar, lekker tempo hier. Klasse, kom op. Oh, dat is ook een man. Je bent leuk des wel, man. Wat dan? De fles leek je wel. Ja. Ja. De flesje. Kuntjes. De volgende. Ga lekker liggen. Oeh, lekker liggen. Let's go. Ah, die was omhoog. Hierna nog maar 2 oefeningen. Goed met die borst omhoog. Niet alleen met je hoofd. Goed met die borst omhoog. Hey. 30 seconden, mensen. Kom. Hou vol. Hou mis. Ah, mis. Jij deed dat. Kom maar, knie even weer. Kom maar, hup. Hierna nog maar 1 keer knie even, mensen. Kom. En jongens, maak ik hem af. Heel snel, hoor. Heel snel, goed zo. Kan jij een papa vermoeden? Nu al. Ik heb spierpijn. Oké, heb je een beetje spierpijn van woensdag? Ja. Toen heb je ook heel fanatiek meer gedaan, hè? Spider-Man mensen, kom maar. Wow. Let's go. Nee, één dag op het kleed. Samen, kom maar. Oh, lekker. Nee, nee andersom. Nee. Niet andersom. Niet. Heel goed, alleen zo doet papa het ook, hè. Ik wil niet richting op het gras. Ik val elke keer op het kleed, maar niet op het kleed. Dat heeft het leven van mij bewaard. 30 seconden al, mensen. Kom op. Ik kan zo. Hou vol. Ik kan lopen. Ik blijf, papa. Ik kan niet, vriend. Ah, jongen. Het is 15 seconden, kom op. Wow, dat is veel sneller. Dat is nu rennen als flash. Kom maar, ja. Laatste keer knieën hebben. Goed zo. En knieën, kom hier, kom. Hou vol, mensen, kom. Laatste keer, hè. Maak hem af. Maak hem af. Zullen hier. Papa, ogen dicht. En dan gaan we zo meteen lunches. Kom maar, dit is de laatste. En dan hebben we het over opzitten. Zit uur weer mooi vol. Zijn er zelfs al iets overheen? Maar goed, krijg je cadeau. Krijg je erbij. De maan staat erop. Papa, kijk eens daar naartoe. Nog 40 seconden, mensen. Die sterren maan. Ja, dat zijn we net ook al. Mooi, hè? Hou vol. Hou vol. En dan zometeen lekker door naar de foute 500, hè. Kunnen we een verzoekje doen. Lekker dansen vanavond.
tot 1 uur de spierpijn eruit te werken. Ik wil die hier pakken. Kom, hou vol. Laatste 10 seconden erin gaan. Afmaken dat de zoomer helemaal voorbij is, hè. Je hoeft geen knie even meer. Well done. Well done. Lekker mensen. Goed gedaan weer. Top workout. Mooi dat jullie er allemaal waren. Mooi dat iedereen erbij is gebleven. En we zeggen ook ging lekker. Mooi eigenlijk weer. Goed om te horen. Mensen, ik zie jullie maandag allemaal weer. Lekker dat jullie waren. Goede workout. En tot maandag. Doei doei.